Er moet een gedragscode voor economen komen, omdat mensen op dit moment economen niet meer vertrouwen eigenlijk. En ook geen vertrouwen in de economie hebben. En ook de manier waarop economen de economie duiden, ja, niet meer te vertrouwen is. En dat hebben economen in feite aan zichzelf te danken. Ja, omdat ze bepaalde dingen gedaan hebben die ze eigenlijk niet hadden moeten doen. Lionel Robbins, ja, die schreef in 1932 al in de vorige crisis dat je een duidelijk onderscheid moet maken, ja, tussen wat de wetenschap zegt, en dat is meestal heel weinig, ja, en wat je persoonlijk kunt vinden, wat meestal heel veel is. En je moet dus duidelijk maken, ja, wat is wel wetenschappelijk en wat is niet wetenschappelijk. En er ontbreekt op dit moment naar mijn mening te vaak de transparantie over wat wetenschappelijk is en wat niet wetenschappelijk is. Hoe denken economen over een gedragscode? De economen zijn denk ik over het algemeen tegen regulering. En een gedragscode is natuurlijk een vorm van regulering. Weliswaar zelfregulering, maar toch. Economen geloven daar in principe niet zo in. Ik denk dat het daarom ook komt dat de American Economic Association zo terughoudend is. Maar anderzijds zijn er goede economisch-theoretische argumenten waarom je juist een gedragscode zou moeten hebben. Er is bijvoorbeeld een paper van Jean Tirole. Dat is denk ik de beste Europese econoom op dit moment. En die heeft een paper over collective reputations. En die zegt dat wat in de economie en in het algemeen in de wetenschap gebeurt, is dat mensen onderzoeken iets. De onderzoekers zelf hebben veel betere informatie dan de gebruikers van die kennis. En het probleem van de gebruikers is dat zij niet de betrouwbaarheid van die kennis of van die boodschap die gegeven wordt kunnen beoordelen. En nu zitten er tussen de economen zitten goede en er zitten slechte. En je hebt een collectieve reputatie en je moet ervoor zorgen dat de slechte appels, ja, dat die niet die collectieve reputatie, dat ze die aantasten. Dus om het vertrouwen in de economie als zodanig te handhaven, ja, moet je gedragsregels hebben zodanig dat je de goede van de slechte kunt scheiden. Als er een gedragscode zou zijn, dan zou je er ook consequenties aan kunnen verbinden. Een typisch economische vraag. Ja, een econoom denkt altijd van, nou ja, als er geen sancties zijn, als er geen prikkels zijn, ja, dan kan het ook geen effect hebben. Ja? En dat is een duidelijk neoclassiek antwoord. Maar dat is niet juist. Ja? Want een mens is geen homo economicus. Een mens reageert ook op andere prikkels. Een mens die wordt ook aangetrokken tot het goede. Ja? En als hij weet wat het goede is, ja, dan is de kans dat hij het goede doet, ja, is al veel groter, ja, dan wanneer je dat niet weet. Dus een van de voordelen van een gedragsregel, van een gedragscode, zelfs zonder dat je sancties daarbij hebt, is dat je expliciet maakt wat je eigenlijk waardeert, dat je expliciet maakt wat goed is en wat niet goed is. En als mensen dat weten, dan gaan ze dat zonder die sancties gaan ze dat al doen. Maar het feit dat je elkaar in de ogen kijkt en dat je zegt van, nou, zo doen we het eigenlijk toch niet, dat kan al heel erg succesvol zijn. Is er in dit geheel een rol weggelegd misschien voor de Koninklijke Vereniging van Staathuisartsen? De KVS is een vereniging, ja, die zit op dat snijvlak tussen het wetenschap en beleid. Die verenigt alle beleidseconomen in zich en die zou dus een gedragscode voor beleidseconomen kunnen opstellen. Daarbij uitgaand van de gedragscode die voor wetenschappers geldt. Maar niet alle leden van de KVS zijn wetenschappers en daarom kan dus die code niet dezelfde zijn als voor de wetenschap. En daarom is ook de vraag van, nou, wat zou er dan in die code moeten staan? En nou, voor wat mij betreft is die vraag nog niet opgelost, maar is mijn eerste indruk dat wij dus wel als beleidseconomen in Nederland zo'n code zouden moeten hebben. Ook bijvoorbeeld om daarin aanknopingspunten te geven, niet alleen over hoe je met beleidsmakers omgaat als econoom, maar ook bijvoorbeeld hoe je met de media zou moeten omgaan. Hoe ver kun je gaan als wetenschapper? Mag je je resultaat iets aandikken om überhaupt in beeld te komen bij de media? Of moet je eigenlijk toch gewoon wat in de wetenschapscode staat, dat je gewoon eerlijk moet zijn en niet meer mag zeggen dan wat je eigenlijk weet en wat je zelf ook gevonden hebt. En dat je steeds moet zeggen, of je dat nou zegt als wetenschapper, ja, dan wel als burger of als individu die poogt heel legitiem om het beleid te beïnvloeden. Maar dat je wel steeds bijvoorbeeld de scheiding maakt en transparant bent en zegt, dit zeg ik als wetenschapper en dit zeg ik als burger.